Als je camping neerzit, kijk je over het Koornediep. Voorheen het Koornediep waar vroeger de botters van Koorn naar buiten gingen, naar de voormalige Zuiderzee. Waar ze op anchovis, op haring visten. Een unieke plek om te recreëren. Kolhorn moet meer en meer een toeristisch knooppunt worden voor wandelaars, watersporters en fietsers. De laatste tijd is er flink geïnvesteerd in het dorp. De nieuwe camperplaats is de jongste aanwinst. We hebben hier acht hele mooie campplekken gecreëerd in samenwerking met de gemeente Hollandskroon. Heel veel overlegd van hoe het eruit zou moeten zien, welke faciliteiten erbij zouden moeten qua stroomvoorzieningen. En waar dus de campplaatsen, waar heel veel behoefte aan is in Nederland, aan zou moeten voldoen. Nou, dit is in ieder geval het station voor waar de campers hun chemisch led kunnen legen. Het is niet alleen maar fijn voor de toeristen, ook het dorp zelf vaart er wel bij. Omdat we graag willen dat Kolhorn ook een levend dorp blijft en niet alleen een slaapdorp. En nou ja, dat kan alleen als er ook activiteiten zijn. En nou ja, zo'n pleisterplaats als dit dan is, zorgt ervoor dat mensen hier terechtkomen. Ze gaan hier bewust naartoe. Ze genieten hier van het dorp, van het water. En dat brengt ook economie in het dorp. Is dit toch nog een pareltje die door veel mensen ontdekt moet worden, Kolhorn? Ja, dat denk ik wel. Kijk, heel weinig mensen weten dat dit toch eigenlijk een van de mooiste Zuiderzeeplaatsen is van Noord-Holland. Een ontzettend mooi dorp om ook te bekijken. Met hele mooie rijksmonumenten, overtuinen, karakteristiek voor dit dorp. Karakteristiek voor de dorpjes in en om de voormalige Zuiderzee. Dus gewoon eigenlijk een aanrader om als toerist dit dorp zeker een keer aan te doen.